kimmer. Steken we een lege fles. Wat we doen als het dicht vriest, dan wordt die fles bij elkaar gedrukt en nu is kimmer kapot gedrukt. De installatie is nog in werking en we gaan de zekering van de installatie en van de warmtepomp afzetten. We zetten nu alle kranen van de installatie open, zodanig dat het water overal gaat kunnen weglopen vanaf het moment dat we ergens lucht nemen. En dan gaan we buiten de warmtepomp aflaten. De zekering staat al af, dus nu gaan we eerst de onderste, want anders worden we nat. Daarna draaien we ook de bovenste los. En zo loopt al het water uit de warmtepomp. Omdat in dit geval deze buis een vaste U is, gaan we ook deze koppeling lossen. Zodoende dat het water hier ook wordt weggezogen. Daarna gaan we het schil van de filter verwijderen. Deze ontlucht. Dat de tekfilm er gemakkelijker af kan. Dit tekfilm spoelen we dan nadien ook uit, voordat we het opbergen. Los van de pomp. We halen ook dit mandje eruit. Zodoende dat we dat even samen kunnen afwassen met de rest. Daarna gaan we de pomp leegmaken. Hier aan de zijkant los te schroeven. En ook aan deze voorkant. Nu kunnen we ook de schroefdop van de filter draaien, zodanig dat deze volledig kan leeglopen. Om vorstschade aan de zeswegkraan te voorkomen, gaan we ook deze top losdraaien. Zodoende dat het laatste water hier ook uit kan. En die kunnen we gewoon terug erop zetten. Lichtjes aandraaien, niet te vast. Nog eventjes op de zeswegkraan drukken, zodat het water aan alle kanten weggaat. Deze schroef kan u eventueel ook nog eens losdraaien, maar normaal is al het water er al uit. Deze dichting kan u ook nog uit de filter halen. Dan kunnen we die even mee proper maken. Voilà, nu hebben we al onze onderdelen hier bij elkaar liggen en kunnen we deze gaan reinigen. Het bakje van de pomp kan je makkelijk met de grote schroevendraaier openen.
dan moeten we het aanslaan. Als alle stukken gereinigd zijn, dan gaan we het mandje van de filter, van de pomp, beter gezegd, terug in elkaar duwen. En dan gaan we ook alle stukjes die we van de pomp en van de filter hebben gedraaid, daarbij inleggen. Ook de dichting leggen we erbij in tot volgend jaar. En dan moeten we daar volgend jaar achter zoeken, dan vinden we alles onmiddellijk terug. Dus het mandje gaan we hier terug in plaatsen. De dichting die leggen we mooi terug bovenop de pomp. Dit zetten we gewoon los op. Dan kunnen we ook ons scheel terug op de filter plaatsen. Dit draaien we volledig open, zodat de filter nog enkele dagen kan aanlekken. Leggen we ook bij in het mandje van de pomp. Dat bespaart ons volgend jaar veel werk. En die draaien we voorlopig aan. Nu gaan we buiten onze koppelingen op onze warmtepomp, die ondertussen volledig is leeggelopen, er terug op zetten. Niet volledig aandraaien, als er eventueel nog water moest in zitten, kan het er steeds uit. Maar op deze manier gaan we ook die dichtingen niet verliezen.